het punt rassendiscriminatie. Ik vind het altijd grappig uit de mond van de PVV. Wij hebben zelf veel... Mevrouw de voorzitter, maak je bezwaar tegen? Nee, ik maak daar ook. Ik ben voorzitter, ja. Ik maak hier ook bezwaar tegen. Dus ik, ja, maar u heeft wat uitgelokt. Kom op, zeg. Meneer Graus, we hebben hier nog steeds te maken met gasten. Dus ik wil u vragen om dit soort uitingen niet te doen. Ik wil u vragen om niet uit te lokken. En we gaan nu gewoon verder. Mevrouw de voorzitter, ik kan nu een bewijs hebben wanneer ik een rassendiscriminatie kan. Meneer Graus. Ik vind het schandalig, man. Dat is strafbaar wat ze doet. Nee, ik vind het echt schandelijk. Dat is me nog nooit voorgekomen. In 11 jaar tijd dat iemand dat tegen mij zegt. Ik vind het echt schandelijk, zeg. En nu gaat u aangifte doen? Ja, het is, ik zal dat zeker in overweging nemen om dat te gaan doen. We gaan dadelijk even alle materiaal verzamelen. En ik zal kijken wat ik ermee kan doen. Want het is, je kan dat bijna niet meer toelaten, wat mensen vaak doen. Het is echt, ik vind het echt onfatsoenlijk, hufterig gedrag, vind ik dit. De voorzitter heeft ook ingegrepen, die vond het ook onfatsoenlijk. Ja. Nou, sterker nog, er zaten politiemensen in de zaal en dierenartsen, noem maar op, en betrokkenen. En ik heb echt van iedereen steunbetuiging gehad en ook de voorzitter, die nam het ook inderdaad van me op. Maar ik geloof echt dat bijna alle aanwezigen, wat ik heb kunnen peilen, dat die het helemaal met me eens zijn dat ik moest ingrijpen en dat ik het niet over mijn kant kon laten gaan. Nou, het wordt even onder onsje tussen de twee sprekers, zeg maar. En de voorzitter heeft dat weer prima in normale proporties teruggebracht. Maar de advocaat in kwestie was hier te gast en doet zo'n uitspraak. Als meneer Graus naar de politie stapt om aangifte te doen, heeft ze toch een probleem? Nee, want dat is geen persoonlijke aanval tegen meneer Graus. En ook niet van meneer Graus tegenover de mevrouw. Het ging om het woord rassendiscriminatie en dat werd genoemd. En nou ja, meneer Graus dacht gewoon dat het... Hij het persoonlijk moest opvatten, maar dat was helemaal niet het geval. Zo heeft deze mevrouw het echt niet bedoeld. Dus zou meneer Graus naar het hogerop willen zoeken, dan heeft hij geen schijn van kans. Het kan best zijn dat ze zeggen, nou, we gaan die aangifte niet opnemen. Maar ik vind niet dat je zoiets zomaar kan doen.